Naast dat je naar dit programma kunt luisteren via 105.6 FM, kun je er ook naar kijken. En dat doe je via Ziggo Kanaal 44 of lokaleomroepgoorlen.nl/live. Een paar minuten na zeven, goedenavond. Vanuit de studio van De Log is dit de nieuwste uitzending van Goolse Kringen. Vanavond praten we uitgebreid over de lokale en regionale journalistiek. En ook is er aandacht voor het 24 uur game evenement bij Mainframe. Dus zet je radio maar harder. Zin in...
Zo, goedenavond. 7:10 inmiddels. De dijk met niemand in de stad hoorde hier. En dit is de nieuwste uitzending van Goolse Kringen. Welkom. Ja, vandaag gaan we het heel veel hebben over de lokale en de regionale journalistiek hier in Goorlen en omgeving. En daarvoor zijn vanavond aangeschoven Wil van der Kruis, de voorzitter van De Log. De hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, Lucas van Houtert. En het statenlid Marcel de Rijker. Allen welkom. Ben Lonen zit ook aan tafel. Voordat we het straks over de volledige lokale en regionale journalistiek gaan hebben, eerst even een rondje. Wat viel jullie op in het nieuws? Wil? Ik vond een interessant nieuwsfeit deze week, wat nog nauwelijks in het nieuws gekomen is. Dat het feit dat in maart onze burgemeester aan Irene Wüst een beeld heeft aangeboden, nadat zij Olympische kampioen was geworden, dat pas deze week er een voorstel ligt bij de Raad om daar 80.000 euro voor vrij te maken. Dus een beetje het verhaal van moeder die een cadeautje geeft aan het kind en dan 9 maanden daarna een paar vragen hebben ze eigenlijk wel geld voor. Ja. Dus de gemeenteraad moet nou besluiten over 80.000 euro voor een beeld, wat al bijna een jaar geleden is toegezegd. En ik zou in dat kader toch wel nog eens een pleidooi willen houden voor een, dat heeft de gemeente ook toegezegd, voor een cultuurbeleid. Want we hebben in Goorlen maar relatief weinig beelden. En als je op Wikipedia krijgt, dan zie je daar ongeveer 20 beroemde Goorlenaren staan. En al die Goorlenaren hebben nog nooit een beeldje gekregen. En het zou interessant zijn om eens na te gaan of daar ook niet goede mensen bij zitten. Ik noem Tiest van Gestel. Die heeft al in 1920 is die Olympisch kampioen geworden met het handboogschiet op bewegende dieren. En een andere bekende man, Huub Silverberg, die geloof ik nog steeds in Goorlen woont. Die heeft zelfs in de Tour, waarin Jan Jansen kampioen werd, heeft hij bewust is hij te laat binnengekomen zodat hij mocht afstappen. Het is de enige man die nog nooit de Ronde van Goorlen heeft gewonnen. Dus er zijn toch andere mensen die grote heldendaden hebben verricht. En dan moeten we misschien eens nadenken of wij in plaats van een Hall of Fame in Goorlen een Wall of Fame maken. Waarbij niet alleen Irene, maar allerlei andere mensen die verdienst hebben voor Goorlen een plaatje kunnen krijgen. Wil pleit voor een beeldentuin? Ja. We hebben natuurlijk altijd discussie van nou komt dat beeld er denk ik wel. Maar vervolgens gaan we discussiëren waar het moet komen staan. We hebben al de ballenfrutter. Waar het discussie over is geweest. We hebben discussie gehad over het beeld van die Duitse soldaat wat nu in Riel staat, of dat wel in de openbare ruimte mocht. We hebben de kite meneer en mevrouw van John Boksel gehad. Die staan nu veilig opgeborgen in de tuin van de fraters. Dus we hebben al iedere keer discussie over onze beelden. Ja, maar we hebben nog nooit discussie gehad over het beeld van de stoeren die dit gebaar maakt van wat kost het. En die is naar het gemeentehuis gericht. En dat lijkt me dus in dit kader ook een heel zinnig gebaar. Waar staat die stoer? Nou, op de Hovel, weet je dat niet? De stoer? Tegenover de speelgoed. Dat is de stoer. De stoer, ja. Wat kost het? Ja, het kost 80.000 euro. Nou, dat is toch wel wat. Hè? Plus al het feestje wat al geweest is. Hè? Ja. Waarvan 10.000 euro voor het feestje zelf. De onthulling van het beeld. En ik begrijp dat er nu 3 kunstenaars worden gevraagd om ontwerpen te maken. En die moeten dan door de commissie Kunst en Cultuur worden beoordeeld. Daar zit Irene trouwens weer in met haar vader en moeder. Dus het is allemaal heel democratisch. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Ja. Maar mijn pleidooi zou zijn om de vraag of iemand beroemd wordt, niet van het toevallige oordeel van het college te laten afhangen, maar wat breder te kijken welke mensen in Goorlen moeten we nou met beeldenis langduriger gedenken. Ja, je wilt er beleid op wel beleid, ja. Cultuurbeleid. Nou. En Marcel? Wat viel jou deze week op? Nou, een iets zwaarder bericht. Ik werd vanmorgen weer opgeschrikt door een dodelijk ongeluk op de burgemeester Letschertweg in Tilburg. En dat is niet de eerste. Je ziet dat de provinciale wegen, maar überhaupt het aantal slachtoffers op de weg een beetje aan het stijgen is de afgelopen jaren. Waar we eerst jarenlang steeds minder verkeersslachtoffers hadden, steeds meer nu weer. En dat baart mij toch wel zorgen. En we zien wel dat wegen worden aangepakt, tegen Goorlen ook richting Turnhout. En Hilvarenbeek ook nog eens aangepakt. Maar je ziet dat het niet genoeg is. Dus dat er nog steeds heel veel verkeersslachtoffers vallen. Maar wat zou daar dan de oorzaak van kunnen zijn? Nou, asociaal rijgedrag, laten we even eerlijk zijn. Dit is ook 's nachts gebeurd. En dan zie je toch vaak dat er alcohol in het spel is. Ik weet niet of dat hier ook het geval is, maar dat zie je wel vaak. Maar ook aan gewoon gevaarlijke wegen die slecht zijn aangelegd. Er is ook wel eens een discussie geweest over bomen langs provinciale wegen, wat die mogen blijven staan. Als je tegenaan rijdt, dan heb je een probleem. Ja, precies. Dus dat zou je ook nog kunnen doen om daar iets aan te wijzigen aan die wegen, om die veiliger te maken. Ja, precies. Dat is een serieus punt wel. Ja, klopt. Ja, inderdaad.
En Ben? Ja, er is altijd natuurlijk veel narigheid in de krant. Maar er staan ook prachtige dingen in de krant. En nou hier, dat hier de hoofdredacteur van het Brabants Dagblad zit. Mag ik daar van de gelegenheid gebruiken om te zeggen... Hou Tony van der Meulen als columnist. Ja. Die prachtige column over die spruitjes. Geweldig. En die prachtige column over Patrick Kuijs, die kapelaan die verliefd werd en voor zijn vrouw koos en die een lezing heeft gehouden en daar een lans breekt voor het celibaat en hoe Tony daar gehakt van maakt. Geweldig, geweldig, geweldig. Ja, dan is de dag weer goed, hè, als je zo'n column gelezen hebt. Ja. Laat hem nooit gaan. Het is aan Tony zelf, maar wij zijn hem nog lang niet moe, hoor. Sterker nog, we hebben het aantal columns van hem een jaar geleden opgehoogd naar 3 per week. Ja. Ja. En dat doet hij ook allemaal. Hij is al lang met pensioen. Maar hij schrijft nog in een enorme vaart. Ja. Ik zal het hem zeggen. Goed, mocht hij deze uitzending niet horen. En Lucas, hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. Dus als het goed is, bent u op de hoogte van alle ins en outs de afgelopen week. Wat was de afgelopen week het opmerkelijkste? Wat ik heel opmerkelijk vind is dat de Brabantse misdaadbestrijders serieuze poging gaan doen om het zwijgen van de Brabantse bevolking te doorbreken. Het wordt wel eens de Brabantse omerta genoemd. Hè? Iedereen weet dat ergens een wietschuur is en iedereen zwijgt en kijkt de andere kant uit. En er zit een soort vijandigheid in, ook richting overheid. Er wordt op 3 plekken onderzocht waar nou die terughoudendheid van de mensen vandaan komt als het gaat om dingen melden. Hoezo op 3 plekken wordt onderzocht? Omdat je niet meteen heel Brabant onder de loep kunt leggen. Maar ze willen eerst eens weten, waar komt het vandaan, dat zwijgen? En pas als je dat weet, dan kun je kijken hoe je er iets aan kunt doen. Ja, precies. We gaan het dadelijk uitgebreid hebben over de lokale en de regionale journalistiek. Maar eerst draaien we nog eventjes wat muziek. De muziek is ook eruit gekozen door onze gasten van vanavond. Marcel, de Beatles met Eleanor Rigby. Vanwaar dit nummer? Nou, ik was afgelopen zomer in Las Vegas. En daar heb ik een hele goede show gezien met Beatles muziek. Mm-hmm. Van Cirque du Soleil. En ja, ik dacht, ja, ik moet iets. En ik dacht, van ja, even een goede herinnering van de zomer, toen het nog lekker warm was buiten. Zeker in Las Vegas was het heel erg warm. Ja. Even naar boven halen in deze gure tijden. Dus vandaar. Ga hem draaien. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? De Beatles met Eleanor Rigby hoort je hier op de lokale Mongolen. Je luistert nog steeds naar Goskring. Vandaag staat de uitzending volledig in het teken van de lokale en de regionale journalistiek. En dit naar aanleiding van de 150.000 euro die Brabants Dagblad heeft gekregen uit een landelijk fonds voor de diepgaande journalistiek en het fonds ter ondersteuning van de lokale media en journalistiek. Aangeschoven daarvoor zijn Marcel de Rijkere,
hoofdredacteur van Brabants Dagblad, Lucas van Houtert, en Wil van der Kruis, voorzitter van de LOG. Lucas, allereerst natuurlijk gefeliciteerd met het ontvangen van dit bedrag. Dankjewel. Het is een behoorlijk bedrag. Het is netto ook nog. Ja, het is een bedrag wat voor ons een hele goede steun in de rug is. Zeker omdat het de persgroep, ons moederbedrijf, heeft gezegd, nou, als je die subsidie krijgt, dan leggen wij er ook nog eens wat bij, zodat je echt iets serieus kunt doen. En dat hele serieus is een jaar lang om te beginnen een aantal mensen vol inzetten op onderzoek van de ondermijning in Brabant. Kijken waar de onderwereld de bovenwereld raakt, waar het geld naartoe gaat, dat soort dingen. Ja, dan mag er inderdaad nog wel wat bij. Want als je daar drie mensen op zet, dan wil je toch wel ietsje meer moeten hebben om daar een jaar... Kijk, de intentie is om ook na dat jaar verder te gaan. We gaan uit van drie verslaggevers, een datajournalist. We zijn, even tellen, 9 stageplekken, 12 stageplekken zelfs erbij aan het inrichten voor 3 maanden. En natuurlijk hebben we 3 complete redacties om af en toe ook nog bij te springen waar een spoor een bepaalde kant op leidt. Ja, ja. Nou goed, er is geld voor. Komt uit een landelijk fonds, maar Marcel de Rijker, je bent statenlid. Ja, ik had eigenlijk een beetje gedacht dat het vanuit de provincie kwam. Nee, dit is een landelijk fonds voor onderzoeksjournalistiek. En wij hebben, wat is het nu, 2 weken geleden inderdaad, de voorstel ingediend dat ook is aangenomen om hetzelfde bedrag, toevallig 115.000 euro, te storten in een fonds om de lokale en streekomroepen in Brabant te ondersteunen. Omdat we zien dat daar de nodige problemen zijn met financiën, dat er ook een aantal dreigen te verdwijnen, of dat de kwaliteit achteruit gaat. En dat zien we met leden ook aan. Ja, dus het land is hier eerder en de provincie volgt. En jouw voorstel is dat ook al geaccepteerd, dat is ja. Er doorheen? Nee, dat is er doorheen. Dat hebben we bij de begrotingsbehandeling voor het geld van volgend jaar, hè, van de provincie, ruim 1 miljard euro ingediend. En dat geld dat gaat echt naar lokale omroepen. Het fonds waar Lucas gebruik van maakt met het Brabants Dagblad en de Brabantse kranten, dat is echt gericht op onderzoeksjournalistiek. Die van ons op wat bredere versterking van de lokale media in Brabant. Zoals de lokale omroep Gorle Omroep Tilburg, Studio 040, DTV. Echte lokale omroepen in Brabant. Om die een steuntje in de rug te geven. Om verder in kwalitatief oogpunt te versterken en overeind te blijven. Ja, is wel nodig, hij Wil. Want jij luidt af en toe zo de noodklok. En dan zeg je van die regionale pers die staat onder zware druk. En dat is heel slecht, kwalijk voor de democratie. Voor het kritisch volgen van de overheid. Ja, ja, ik ben ontzettend blij dat er heel veel aandacht is voor de lokale journalistiek. Voor de regionale journalistiek. Het wordt nu wel een beetje wildgroei, heb ik het idee. Want er is nu door het fonds 2,9 miljoen beschikbaar gesteld waar Lucas van profiteert. Er komt 1,5 ton van de provincie. De gemeente Tilburg is ook bezig met een fonds op te richten. 1,5 ton ook. Ook 1,5 ton. Er zijn meerdere gemeentes die het doen. Dus er is klaarblijkelijk een grote behoefte om die lokale journalistiek om die te stimuleren. En ik denk dat het heel belangrijk is, daar wil ik het met Marcel nog eens even over hebben. Heeft hij die 1,5 ton nou bedoeld om daarmee organisaties in het leven te houden? Of om daarmee producties te maken? Want je kunt dus zeggen, we moeten per se een lokale omroep hebben. Of per se een lokaal Goris Belang. Of per se een Brabants Dagblad. Of zeg je nee, we moeten kijken op welke manieren we het beste de goede journalistieke producties van regionale vraagstukken kunnen maken. Dat is een ander vraagstuk. Want ik wil niet alleen maar pleiten voor het bestaan van een logo. Het gaat om op welke manier kun je die lokale media nou het beste inzetten. Samenwerkend of niet samenwerkend. Om lokaal nieuws te verslaan. Ja, nou, ik denk een combinatie van beide. Je hebt natuurlijk allereerst iets nodig waarop je uitzendt. Waarop je een website hebt, waarop je een content kan neerzetten. En ik denk dat de tweede is dat je goede kwalitatieve content hebt. En je ziet dat heel veel lokale omroepen in Brabant zijn. Echt 95% van de gemeente heeft er één. Maar je ziet ook dat er heel veel verschil is in wat ze doen, hoe ver ze zijn. Wat ze aan kwalitatief oogpunt overeind houden. Ja. Of ze een tv-station hebben, een website, een radiostation, gaan we zo maar door. Dus die diversiteit is heel erg groot. Dus ik denk niet dat er één middel bestaat om alles goed te ondersteunen. Ik denk dat je soms moet kijken naar echt structuur en ervoor zorgen dat er überhaupt iets overeind is. En wat een beetje professioneel is, waar goede content voor wordt gecreëerd. En aan de andere kant, waar dat al wel het geval is, om echt goede producties ook neer te gaan zetten. Dus ik denk dat het een het ander niet uitsluit en dat je allebei nodig hebt om die lokale journalistiek echt flink goed te kunnen neerzetten en daar ook van te kunnen profiteren. Maar er komen binnenkort criteria waar jij moet voldoen om in aanmerking te komen voor die subsidie. Kijk, het voorstel wordt nu uitgewerkt, ambtelijk. Dus er wordt een ambtelijk team voor samengesteld op dit moment. En die gaan kijken van hoe kunnen we het geld nou het beste neerzetten. De meest efficiënte maatregelen, hoe gaan we het doen?
En op basis daarvan kunnen omroepen ook straks aanspraak gaan maken op dat geld. En dat zal vast een aantal criteria met zich meebrengen. Ik hoop dat die ambtenaren ook gebruik maken van de Brabantse democratie en daar belanghebbenden bij betrekken. Ja, nou, ik heb toevallig vorige week bijvoorbeeld ook met Omroep Brabant gesproken hierover. Die hebben ook gezegd dat we willen er ook over meedenken en onze kennis ter beschikking stellen aan die lokale omroepen. En kijken of we daar ook in kunnen meehelpen. En die heb ik ook doorverwezen naar het ambtelijk team. En ook lokale omroepen die bij mij komen en zeggen van hey, ik heb wel interesse, ik wil iets mee gaan doen. Verwijs ik door naar dat team. Zodat ze ook kunnen vertellen, ja, waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Dat we niet iets in de tolg in Den Bosch gaan bedenken waar uiteindelijk helemaal geen behoefte aan is. Of ja. Criteria bedenken die helemaal niet kunnen worden behaald door Gorle of een andere lokale omroep. Ja, ja, lijkt dus, me heel goed. Ja, op basis van waar is behoefte aan? Niet zomaar instituten in het leven houden. We zijn het daaruit. Ja. Als het over regionale pers gaat, dan en over lokale pers. Hoe zit het Brabants Dagblad? Is dat lokaal? Is dat regionaal? Eigenlijk zitten wij op alle niveaus. Wij zitten op het lokale niveau omdat wij het nieuws in de gemeente volgen. Zeker de hoofdlijn daar. Het regionale niveau, dat is evident. Maar wij brengen natuurlijk ook landelijk nieuws en internationaal nieuws. Dus ja, plak er maar een label op. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit nee, hoe je het noemt. Dat maakt ons onderscheidend. Dat er bijna geen media zijn die van Tokio tot in Riel zitten. Alles bij elkaar voelen wij ons toch vooral een regionale krant. Ja. Ja, van Tokio tot Riel, zo is het wel. Die hele bandbreedte zit erin. Ja, zeker. Daarom hebben we ook meestal 56 pagina's nodig om het allemaal kwijt te kunnen. Ja. Maar goed, we moeten het hebben over waar dat fonds, waar die onderzoeksjournalistiek vooral voor bedoeld is. Mm-hmm. Want je kunt wel de grap maken, elke journalist is onderzoekend en hebben we hier niet met een pleonasme te maken, maar nee, dat wijs je al gauw af, denk ik. Het gaat over een heel speciaal probleem waar het onderzoek op gezet wordt. Ja, ondermijning in Brabant, volgens mij het thema dat hier speelt al jarenlang. Je kunt zelfs je afvragen of dit niet iets is dat helemaal verknoopt is met de geschiedenis van Brabant. Maar hoe dan ook, de productie en toevoer van ecstasy, van wiet, heeft zo'n enorme vormen aangenomen dat daar een schaduweconomie bestaat. Waarvan de uitlopers voelbaar zijn op de schoolpleinen, in de kledingwinkels, bij de autoverhuurbedrijven en de makelaars in Brabant. Ja. Het is heel groot. Dat is heel groot, ja. Het is eigenlijk al bekend, of niet? Wat moet je onderzoeken? Er zijn zelfs getallen. Je ziet miljarden over de tafel rollen als die genoemd worden. Ja. Hoe kan dat zo dat die cijfers bekend zijn? Die cijfers zijn eigenlijk bekend omdat er één getuige is gaan klappen in Tilburg. Je hebt het boek van Pieter Tops. Pieter Tops. Over de vogeltjesbuurt in Tilburg, daar speelt dat een heel eind. En dat leunt voor een deel op gesprekken met burgemeesters, met wijkagenten, met bewoners. Maar heel veel komt ook van één getuige die een boekje open heeft gedaan. En naar aanleiding daarvan is men gaan rekenen. En komen ze op een omzet in alleen al Tilburg van, even uit mijn hoofd, was het 800 miljoen? Ja, ja. Alleen wiet hè, was dat volgens mij zelfs. Ja. Alleen in Tilburg. En alleen als je dat over Brabant verspreidt, dan heb je het over miljarden. Dat weet jij, Marcel? Ja, nee, het gaat echt om miljarden. En wat ik zeg, 800 miljoen is echt alleen de wiet, dus de softdrugs. Als je daar de ecstasy, de cocaïne, de heroïne bijtelt, dan kom je echt ver boven het miljard uit. En als je dat in Brabant gaat verrekenen, dan schrik je echt. En dan moet je ook denken, waar komt dat geld terecht? Want dat is denk ik de vraag die jullie ook proberen te beantwoorden. Ja. Want dat geld, dat doet iets. Daar ga je dingen van kopen. Of die probeer je wit te wassen. Ja, ik follow the money inderdaad. Waar komt dat terecht? Want daar moet in die Brabantse economie zit een hele zwarte kant. Die daarmee wordt overeind gehouden. Dus ik denk, en ik vind het ook heel goed als we daar aandacht aan gaan besteden. Om te kijken, waar gaat dat geld nou eigenlijk naartoe? Ja, met de bedoeling om daar een eind aan te maken. Nee, daar zijn wij niet voor. Ah, nee. Om het bloot te leggen, om het te laten zien. Om de mensen in Brabant te laten zien wat er speelt in hun provincie. En dat kan ook nog best wat positieve effecten hebben. Bijvoorbeeld als het gaat om het doorbreken van het zwijgen van mensen. Je zwijgt misschien omdat je maar een klein stukje van de puzzel ziet. Maar als je weet dat je eigen kind op een schoolplein is iedere dag. Waar ook de uitwassen van die ondermijning voelbaar zijn. Gewoon omdat er heel veel geld rondgaat. Door handen van tieners, dan kijken daar misschien wel net iets anders tegenaan. Ja, om er een eind aan te maken, dat is het werk van de politie. Hè? Ja. Je zegt, daar zijn wij niet voor. Nee. Maar je wilt het duidelijk maken. Je wilt dat de mensen het zien. Bewustwording of wat?
Ja, zeker. Ja. Zo mag je dat noemen. Ja. En ik denk dat de politie wel heel erg blij is met dit onderzoek. Waar ze zelf misschien ook niet de capaciteit voor hebben om dat zelf te doen. En wel denken dat het er is. Maar ik ken nog heel weinig gegevens in hoeverre het nou echt daadwerkelijk gebeurt. Hè. Je hoort wel verhalen over voetbalclubs die subsidie verkrijgen van of geld krijgen van drugscriminelen. Van schoolpleinen waar jochies van 12, 13 worden gerondeld om te dealen. Maar er is nog weinig echt gekeken naar wat is nou de praktijk. Het zijn verhalen en meer niet. Dus ik ben benieuwd, ik ben heel blij dat jullie dat gaan doen. Dat die verhalen ook echt worden opgeschreven en feitelijk worden bewezen. Ja, en ik hoop wel dat het zo is dat de politie hier toch echt meer capaciteit voor heeft. Maar eens. Kijk, ik heb 15 jaar geleden ook rechercheurs geïnterviewd die eigenlijk blij waren met de wietcriminaliteit. Waarom? Omdat heel veel inbrekers in de wiet vluchten. En dat werd toch gezien als iets aanvankelijk dat vrij onschuldig was. Het werd gedoogd in Nederland, je kon het gewoon kopen. Dus nou ja, nee, dat werd met zoveel woorden gezegd, wij vinden dat niet zo'n probleem. Nou ja, daar is men wel heel erg op teruggekomen natuurlijk. Nou ja, het is fijn dat er minder wordt ingebroken. Jawel, alleen die wiet die werd verbouwd op zoldertjes in de wijken. En daar begon heel veel criminaliteit omheen te groeien, omdat er heel veel geld verdiend wordt. Waar heel veel geld wordt verdiend zijn grote belangen. En ook hele grote conflicten. En dan kom je onderhand uit bij de reeks liquidaties die je gewoon in Brabant hebt. Gewoon hier. Ja, ja. Het zijn dus, er al heel erg maar, veel. Ja, goed. Dus dat is al helemaal zo'n soort antwoord op die vraag die bij mij op de lippen ligt. Dat is wel een beetje gevaarlijk toch, hè? Om hier te gaan onderzoeken en je neus erin te gaan steken en rond te lopen met vragen. Of stel ik me dat te simpel voor dat het zo gaat? Nee, als je diep gaat graven, dan kom je op een gegeven moment, dan ga je drukken op plekken waar het pijn doet. En dan komen wij wellicht op een punt dat wij ons moeten gaan afvragen, gaan wij hier door of laten we het hier liggen? En wij zijn geen criminaliteitsbestrijders, wij kunnen niet aan vervolging doen. Wij hebben geen wapens anders dan onze pen, zeg maar. Dus wij zijn kwetsbaar en wij zullen ver gaan. Overigens is het afgelopen jaren al best regelmatig voorgekomen dat verslaggevers moesten onderduiken. Ja. Omdat ze schreven over criminaliteit. Ja, daar gaat uiteindelijk de veiligheid van onze verslaggevers voor. Ja, ja. Hebben jullie ook al dat soort ervaringen, vervelende ervaringen, dat journalisten toch zich bedreigd voelen? Ja. Ja. Zelfs dat op last van de politie in een enkel geval die uit huis worden gehaald. Ja, ja. Dus mag ik nog eens even terugkomen op jouw opmerking bij volgende nieuws van Tokio tot Riel. Dat is een heel wat kilometers tussen. Er is natuurlijk nogal wat discussie over de vraag of regionale kranten voldoende aandacht besteden aan het lokale nieuws. Ik heb het al vaker met elkaar over gehad. We mogen blij zijn dat wij Kim hebben die alle raadsvergaderingen volgt. Jullie hebben daaromheen nog een aantal freelancers zitten. Mm-hmm. Correspondenten die ook het nieuws van Goorlen volgen. Dus ik denk dat Goorlen nog niet mag mopperen voor de aandacht die jullie krant heeft voor datgene wat er in Goorlen speelt. Ik zie dat er ook allerlei gemeentes zijn die zich slechter bedeeld voelen. Mm-hmm. En die dan zelf gaan proberen om dat gat te vullen. Zo zijn er gemeenten die stellen zelf een journalist aan die zogenaamd onafhankelijk het nieuws moet volgen en de raad moet volgen. Wat vind jij daarvan? Dat is een godspe. Dat is echt onmogelijk. Kijk, vooropgesteld, in Brabant houden we de voeten goed droog. Er wordt veel geklaagd, maar de drie regionale kranten in Brabant gooien samen nog iedere dag bijna 250.000 kranten in de bus. En we hebben hier 200 journalisten rondlopen. Dus wij zitten nog bij de gemeenteraden en de gemeentebestuur hebben last van ons, zoals dat hoort. Er zijn ook delen van Nederland waar de laatste dagbladjournalist is uitgestorven. En dat zijn best wel grote delen. Ja. In het midden, in het westen van Nederland. Terwijl er toch behoefte is aan kritische ogen. Het is onmogelijk dat een gemeentebestuur die al te rechtstreeks aan gaat stellen, die kritische ogen. Wat wel kan, vind ik, is, en dat gebeurt eigenlijk al heel vaak, dat een gemeentebestuur een fonds creëert. En dan wordt indirect met een buffer ertussen de lokale journalistiek gefinancierd. Ja. Ik heb eens een wethouder gevraagd. Hou er rekening mee dat jullie misschien als gemeente wel eens ooit, nou ja, noem maar wat, €50.000 gaan betalen. En wat je daarvoor terugkrijgt is dat de krant een kritische journalist de gemeente laat volgen en je hebt daar niks over te zeggen. Toen zei ze, waarom zou ik dat doen?
Ik zei, jullie doen het al lang. De NOS is helemaal publiek gefinancierd bijna. Omroep Brabant, 80-90% de financiering van de provincie. Gemeenten financieren in meer of mindere mate hun lokale omroep. Dus eigenlijk is het omgedraaid. Alle journalistiek wordt gesubsidieerd, behalve de dagbladjournalistiek en het werk van vrijwilligers. Ja, nou ja, kijk, dat is maar betrekkelijk. Wij krijgen als log bijvoorbeeld de 12.000 euro van de gemeente. Dat gaat op en huren aan Ziggo-kanalen. Dus wij hebben ook gewoon geld nodig om goede lokale journalistiek te kunnen bedrijven. Maar het interessante is, als jullie als krant het nieuws in Goorlen volgen, dan is dat vooral het nieuws wat je brengt. Kim maakt een onafhankelijk verslag van de raadsvergaderingen. En het interessante is dat in Goorlen een Goors Belang bestaat, waarin allerlei mensen stukjes schrijven, waarin ze niet alleen maar het nieuws volgen, maar er ook kritisch naar kijken. Dat is een rol die jullie veel minder hebben. Jullie zijn veel meer een objectieve waarnemer van wat er gebeurt. Wij hebben in Goorlen dat geluk dat we dus andere media hebben die dat nieuws gaan duiden en daar op een eigen manier kleuring aan geven. En dat is ook eigenlijk de intentie van de log. Wij zeggen, het gaat er niet meer om dat wij het nieuws brengen, want wij kunnen met onze vrijwilligers het nieuws nooit zo volgen als jullie dat professioneel kunnen. Jullie zijn van minuut tot minuut op de hoogte van wat er in deze regio gebeurt. Wij moeten ons veel meer inzetten op datgene wat er in Goorlen gebeurt, niet alleen maar te volgen, maar te duiden. Daar kritisch naar te zijn, daar onafhankelijk naar te kijken. En met name misschien ook, en dat doen we veel te weinig, zelf ook nieuws maken. Want het gaat niet alleen maar om het nieuws volgen, maar je kunt ook soms als onafhankelijk orgaan nieuws maken. En ik verwijs in dat opzicht naar, ik vind nog steeds het unieke samenwerkingsproject tussen jullie en ons, wat resulteerde in het gevoel van Goorlen en het gevoel van Riel. Dat waren twee fantastische avonden, wat echt heel veel impact gehad heeft in Goorlen en in Riel. Omdat nog steeds, als er in de raad dingen besproken worden, zeggen ze, we moeten nog eens een keer iets organiseren als het gevoel van Goorlen en het gevoel van Riel. En we hebben er samen al eens over gesproken, moeten we dat niet meer eens oppakken? Toen zei jij, nou ja, dan moet ik als zelfstandige commerciële partij gaan samenwerken met een volledig gefinancierde. Dat vind ik lastig, maar nou ben je ook een klein beetje gefinancierd. Hè? Anderhalve ton krijg je. Een spettertje op de is dat nou niet iets om nog eens een keer die discussie op te pakken, om toch eens te kijken hoe je gezamenlijk met lokale omroep, misschien Goorlens Belang, en jullie dingen zou kunnen doen die nog wat meer kunnen inzoepen op datgene wat er lokaal gebeurt. Kijk, je was terecht blij met onze verslaggeefster Kim Spanjers, die hier achter me zit. Wij ook. En we hebben graag dat hij zoveel mogelijk tijd die ze heeft in het volgen van het reilen en zeilen van Goorlen en Riel steekt. Op het moment dat je bewonersavonden erbij gaat organiseren, dan gaat dat van die tijd af. We hebben dat gedaan omdat we het een heel mooi initiatief vinden om onze betrokkenheid te laten zien. Maar het ligt eigenlijk al iets buiten ons boekje. Ja. Wij moeten heel kritisch zijn op waar we de tijd in steken. En vooral als dat tijd is die niet direct gaat zitten in het volgen van het nieuws. Ja. Dus met spijt in het hart. Maar ook weten dat Goorlen is gezegend met een bloeiende lokale media. Wij zouden dat best wel willen. Maar goed, wij moeten kiezen. Ja. Wij moeten kiezen. Nee, ik kwam er vandaag weer eens op omdat ik zag net op L1 dat vandaag 600 Limburgers bij elkaar zijn geweest in drie verschillende schouwburgen. Om te praten over de toekomst van Limburg. We hebben 4500 mensen hebben een enquêteformulier ingevuld van wat is nou belangrijk voor jullie voor de toekomst van Limburg. Daar praten ze met elkaar over. Dat vind ik zo'n fantastisch initiatief waarbij je niet alleen maar als omroep nieuws volgt, maar het op deze manier ook zelf in zekere zin maakt. En dat, daar zouden we. Graag willen dat we daar wat meer tijd en ruimte voor je wilt de Goorlen naar meer aan het praten krijgen, hè? Ja. Ja, want het zwijgen was een probleem, hè? Het zwijgen is een probleem, ja. Het wegkijken van misdaad, hè? Het wegkijken, het zwijgen. Ik denk dat er sowieso heel veel gezwegen wordt. Hè. Zou dat zo moeilijk te zijn uit te vinden zijn waar het vandaan komt? Nou, je kunt daar wel een boom over opzetten en dat gebeurt ook wel. De analyses gaan terug naar de tijd dat Brabant bij de generaliteitslanden hoorde en eigenlijk een hele lastige relatie had met de overheid in het westen van het land. Voortkomend uit de 7 provinciën. Daar zat al een soort vijandigheid van de Brabantse bevolking in tegen alles wat met gezag te maken heeft. Nou, zover zal het wel teruggaan. Maar ik denk dat het ook iets te maken heeft met de boosheid die je in zijn algemeenheid wel voelt in de samenleving. Als het gaat om de overheid.
Maar toen de samenleving nog niet zo boos was en er in Brabant volop gesmokkeld werd, ja, was ook het smokkelen was natuurlijk ook een soort volkssport. Men gaf een smokkelaar niet aan, ook al deed iets wat fout was. Hè. Dat hoorde dat ook een beetje bij de, ja, bij de Brabantse cultuur. Precies. Is het ook niet een beetje een gevolg van de katholieke cultuur? Ongetwijfeld katholieken ook. Waren ook vooral mensen die zwegen. Maar kun je verschil merken waar in protestante gebieden van Nederland is daar minder zwijgen? Is daar eerder een bereidheid om aangifte te doen of te melden van hey, het is niet pluis? Ik denk dat het een dubbel opzicht te maken heeft met dat katholieke. Eén, de landsregering was protestant en Brabant was katholiek. Daar zat al een tegenstelling in die je tot op heden wel voelt. Hè? Want de Randstad waar alle knopen doorgehakt worden, dat riekt nog steeds wat christelijker dan hier. Katholieken zijn in zijn algemeenheid wat gezelliger en daarom ook wat rekkelijker. En zoals Wil het mooi uitdrukt, ja, dat smokkelen dat was iets van hier en dat was bijna folklore. Terwijl je ook kunt zeggen, het was toen al misdaad. Ja, misschien heeft dat ook wel iets met de volksaard te maken of misschien is het wel omgekeerd. Hè? Misschien zijn mensen hier overwegend katholiek omdat wij ons niet zo thuis voelen bij... Maar is er in andere delen van het land grotere bereidheid om mee te werken en om te praten? Ik zou het niet met zekerheid durven zeggen, maar ik heb het idee dat het wel kan verschillen van regio tot regio. Nou, dat zou onderzocht moeten worden. Ja, dat zou onderzocht Een van de onderzoeksvragen. Ja. Kijk, wij richten ons vooral op Brabant en niet zozeer op dit aspect. Maar wij gaan vooral kijken waar die onderwereld oppopt in de bovenwereld. Hebben jullie nu al het gevoel, voor zover jullie dat kunnen zien, dat de onderwereld al binnen zit in het Brabants openbaar bestuur? We hebben al gesprekken gehad met Tops en Tromp ook over dit onderwerp. Die schrijven daar ook over in hun boek over de Vogeltjesbuurt. Ja. Die had het idee dat als je daar heel veel gaat zoeken, je toch iets minder gaat vinden. Omdat de onderwereld bijna per definitie een belang heeft juist om de overheid te mijden en niet op te zoeken. Tegelijkertijd speelt het in alle beroepskringen van notarissen, van makelaars, van advocaten, maar ook bij raadsleden. Dus we gaan daar zeker naar kijken. Hangt dit spook ergens? En niemand weet hoe erg het is. Het is iets wat ook bij de screening van wethouders en screening van raadsleden de afgelopen tijd steeds meer aandacht heeft gekregen. En ik weet eigenlijk niet of het tot iets geleid heeft, of er veel mensen door de mand zijn gevallen in al die screeningen die iets te maken zouden kunnen hebben met de georganiseerde misdaad. Kun je dat op provinciaal niveau een beetje volgen? Ik heb nog niet gehoord dat er politici of wethouders zijn afgekeurd of zo omdat ze criminele banden hadden. Ik weet wel dat er wel heel goed naar wordt gekeken en ook wel naar dat er soms wel linken zijn, laat ik het zo zeggen. En dat daar volgens ook wel rekening mee wordt gehouden. Maar niemand is afgekeurd of zo, dat nog niet. Nee. Misschien baart het ook wel zorgen dat nog niet gebeurt. Je ziet wel dat de overheid steeds strikter wordt in die regelgeving. En ook in het screenen van volksvertegenwoordigers. 4 jaar geleden, kijk even naar mezelf, was er een hele kleine screening door wat ze dan noemen de commissie tot toelating. En verder niet. En tegenwoordig is in ieder geval bij mijn partij ook een VOG verplicht. Nou, ze kunnen ook doordringen in de provinciale staten. Ja, tuurlijk. Als je genoeg stemmen haalt, dan kom je erin. Ja. En daar wordt eigenlijk niet gekeken naar iemand afkomst. Of de partij moet daar echt specifiek op letten. Ja. Dan wel. Maar in principe mag iedereen daar zitting nemen als je 16.000 stemmen haalt. Hmm. Ja. Mag ik nog eens iets anders vragen, ook naar jou toe. Een van de dingen die ook in de stukken van die stimuleringsfonds genoemd worden, is dat er gemeentes zijn die hun raadsvergaderingen rechtstreeks streamen. Dus je kunt het volgen op het internet. In Goorl is dat al heel lang het geval. Ja. Tot voor 1,5 jaar gaf de LOG daar ook nog commentaar bij. Ja. Daar hebben we de middelen niet meer voor. Dus nu wordt het gewoon gestreamd. En de beelden daarvan zijn buitengewoon slecht. Hm. Ik kijk ook naar jullie uitzendingen. Jullie zijn een veel georganiseerder volk als staten. Dus allemaal gaat allemaal wat plechtstaten. Jullie gaan allemaal achter een microfoon staan voordat je begint te praten. Hier gaat het wat door elkaar heen. Jullie beelden zijn wat stabieler. Maar horen jullie ooit iets terug? Of mensen daar ook naar kijken, of ze daar iets van oppikken? Nou, daar worden wel cijfers van genomen, weet ik, op de site van de provincie. En dat hangt een beetje af welk besluit er wordt genomen. Ik weet het landbouwbesluit van 2 jaar geleden is heel erg vaak gestreamd. Ja. Op een gemiddelde vergadering natuurlijk wat minder. Dan houdt het op bij een aantal duizenden kijkers.
Dus dat valt... Dat valt me nog mee. Nou, dat valt misschien nog mee. Maar het is nog niet heel veel op 2,5 miljoen inwoners. Maar ik vind het überhaupt goed dat het er is. En dat je, ja, als je het wilt, elke burger naar Brabant.nl kan om te kijken wat gebeurt daar in die zaal. Ja. Het is natuurlijk ook open marge, je mag ook zelf komen kijken. Ja. Maar het is wel heel belangrijk dat mensen überhaupt die stap kunnen nemen. Ja. Ja. Maar ja, het zou aanbevelenswaardig zijn als het niet alleen zou worden uitgezonden, maar ook de sprekers daar rekening mee houden. Ja, daar ben ik heel met je eens. En dat ze ook verstaanbaar zijn en dat het ook in gewoon Nederlands gaat. Ja, taalgebruik in de politiek, daar kan men echt nog wel wat verbeteringen in zoeken. En zeker in de provinciale politiek. Zeker daar, maar ik denk ook in de gemeentepolitiek en ook in Den Haag. Ja. Waar nogal moeilijke ambtelijke taal wordt bezuinigd. Ik weet niet of je ooit hebt geprobeerd om een stuk te lezen van de provincie. Dat is ook echt onmogelijk als je daar niet voor gestudeerd hebt. Nee. Dat is verschrikkelijk. En daar moet echt wat gebeuren. Nog steeds, hè? Want dit wordt al 10 jaar geroepen. Oh, het is verschrikkelijk. Ah, ja, het is verschrikkelijk. Blijft, ja, ja. Hier zijn we heel eenvoudig geweest in ons woordkeuze en in ons taalgebruik. Denken wij. Dat zullen we dan maar eens hopen. We moeten gaan afronden. We moeten naar het einde van dit gesprek over die 150.000 en over de onderzoeksjournalistiek en over het project dat gaat van start gaan. Nog een laatste vraagje. Wanneer gaan we er al iets merken van als lezer? Wij schrijven er nu al heel veel over, zoals dat hoort. In januari willen we onze onderzoeksredactie op poten zetten. En dan is toch wel de bedoeling dat die voortdurend met grotere en kleinere verhalen komt. Zich melden. Ja, zeker. Oké. Okay. Nou, bedankt je voor het gesprek hier in Goldse Kringen. I never came to the beach or stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how the air floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in Malibu. Go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. Please. And I make a wish to swim away with the fish. Is it supposed to be this high all summer long? I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am, next to you. Sky so blue in Malibu, next to you in Malibu, next to you. Oh,
a brand new start, a dream come true in Malibu. Miley Cyrus met Malibu hoor je hier op de lokale omroep Goorlen. Je luistert nog steeds naar de nieuwste uitzending van Goorlse Kringen. Net hebben we het gehad over de regionale en de lokale journalistiek. En inmiddels tussen de muziek door is Charlie Engels aangeschoven. Welkom, leuk dat je er bent. Hoi, welkom. Er komt een 24 uur game evenement bij Mainframe. Klopt. En jij bent de mede-organisator ervan. Ook dat is juist. Vertel, want het wordt een speciale... Ik zit niet zo heel erg in de game dingen. Jij wel, Ben? Nee, ik ook niet. ik ben nog van een generatie die zou denken dat het hier over jacht gaat, maar ik geloof niet dat het het geval is. Hè? Helaas, nee. Het gaat niet over jacht. Nee, wij organiseren een, wat hij al zei, een evenement om 24 uur te gamen. Wat eigenlijk inhoudt is dat jongeren vanaf 16 jaar naar Mainframe kunnen komen op zaterdag 1 december om met een computer of console om 24 uur te gamen. Ja. Wat is een console? Een Xbox of een PlayStation of een Nintendo Wii, ik noem maar iets. Ja, en gamen is spelletjes spelen. Ja, ze noemen het de LAN party. Dit omdat het voorheen werd het gespeeld in besloten kringen, waarbij je eigenlijk geen gebruik maakte van het netwerk erbuiten. Wat je dan deed is echt onderling met elkaar spelen. Maar tegenwoordig kom je er niet meer onderuit, omdat heel veel spellen al gespeeld worden op een server ergens anders in de wereld. Waardoor je dus daar een connectie naar moet toemaken. Waarom heet het LAN Party? Local Area Network. A Local Area Network. Ja. Het is een afkortingswoord. Ja. LAN Party. Ja. Ah zo. Ja. En is dat algemeen bekend, dat begrip? In principe wel, ja. Ik denk bij de jongeren nog niet zozeer. Alleen mensen vanaf, ik noem maar iets, 1990, die daarbij zijn ze toch wel bekend. Ja. Die kennen dat. Ja. Dat voor die tijd niet, Ben. Nee, dat heb ik. Ja. Nee, maar jullie gaan dit niet zomaar doen, want nee. De opbrengst daarvan gaat naar Gelden voor Helden. Klopt. Is dat daarom ook de reden waarom jullie dit evenement hebben opgezet? Omdat jullie wat wilden doen voor Gelden voor Helden? Het is eigenlijk begonnen als evenement dat ik wilde organiseren voor mijn collega's. Want die organiseren elk jaar een LAN-party en dat was al de afgelopen 2 jaar niet gebeurd. En dus leek het mij leuk om dat weer te organiseren. Toen kwam ik in contact met Pieter van Boksel in de eigenaar van, niet de eigenaar, maar die werkt bij Mainframe. En wij mochten die plek gebruiken voor onze LAN party. En toen leek het mijn baas leuk om het te organiseren voor Gelden voor Helden. En zodoende is het balletje eigenlijk gaan rollen. Ja, precies. Maar hoe krijgen jullie dan geld? Moeten ze daarvoor betalen om mee te doen? Ja, je betaalt eigenlijk per uur. De LAN-party duurt 24 uur. Dus je betaalt €24 om deel te nemen. En daarvan gaat bijna alles naar Gelden voor Helden. Is het ook zo inderdaad zo dat als je mee wil doen, dat je gewoon daar 24 uur vast zit? Of mag je ook zeggen van ik kom voor 12 uur langs of ik kom even een uurtje meedoen? Wij kunnen helaas niemand verplichten. Mm-hmm. Dus in principe is het wel leuk als je de volle 24 uur aanwezig bent. Oh, alleen, dat is wat zeg. Ja, dat is een lange tijd, ja. Alleen als mensen eerder willen gaan, dan houden wij ze natuurlijk niet tegen. Maar is het dan ook dat je 24 uur aan één stuk met elkaar aan het gamen bent? Of liggen er ook matjes ergens bij de mainframe binnen dat je ook ergens kunt gaan liggen als het even te veel wordt? Als je wil rusten, dan is dat mogelijk. Nou, okay, ja. En, en drugs heb je nodig om er doorheen te komen? Nee, niet? Geen drugs. Nee. Geen drugs? Oh nee, weet je het zeker? Een glaasje cola en misschien wat energiedrank, maar... Een glaasje cola, energiedrank, echt geen drugs? Nee. Hoe kun je die buiten houden? Dat bestaat niet. Dat is niet maar van deze tijd, Ben. Drugs. Nee, dat gebruikt niemand. Is zo voorbij. Oh ja. Dat wordt straks allemaal onderzocht, Ben. Dat wordt onderzocht. Waar hadden we het net over? Ja. Ja, zodoende. Zodoende. En hoeveel mensen komen er? Ik heb daar helemaal geen idee van. De inschrijvingen zijn nog volop in gang. Dus tot aan, ik kan wel zeggen zaterdag, maar het is fijn als we vrijdag weten hoeveel mannen komen. Dus tot aan vrijdag kunnen mensen zich aanmelden. En wanneer gaat het gebeuren? Zaterdag 1 december. 1 december? Ja. Zaterdag 1 december. 2 december. Zaterdag 1, zondag ja. 2. Ja. En hoeveel inschrijvingen heb je nu al? Durf ik niet te zeggen. Ah. De laatste keer dat ik keek hadden we er 10, geloof ik. Dus op zich nog niet zo heel veel, maar...
Daar kan verandering komen. Dat gaat wel lukken. Via sociale media hebben jullie zo een enorm bereik. En ja, zie je dat daar weten. En gaan ze dan 24 uur lang allemaal hetzelfde spelletje spelen? Of doen ze allemaal een eigen spelletje? Hoe moet ik dat zien? Nee, er worden heel veel verschillende spellen gespeeld. Ik heb samen met een collega van mij heb ik verschillende servers van verschillende spellen heb ik opgezet. Zodat je, als je daar aanwezig bent, dat je gebruik kan maken van die servers. Zodat je niet eerst alles hoeft te downloaden van het internet. Dus dan kun je gewoon rechtstreeks bij ons spelen. Wil, zie jij dat je hier ook nog naartoe gaat? Of? Nee, ik begrijp nauwelijks waar het over gaat. Jij wel, hè, Ben. Jij hebt er zin in. Ja. we rekenen op de deskundigheid van Jur. Oh ja, schuif het wel mij af. Ja. Ja. Maar stel nou dat mensen zitten luisteren en die denken van ik wil graag meedoen. Hoe kunnen ze zich dan aanmelden? Op www.mainframe101.nl staat bovenin een kopje Gelden voor Helden. En daar staat het inschrijfformulier, mochten ze daar interesse in hebben. En hoeveel geld willen jullie ophalen voor Gelden voor Helden? Zoveel mogelijk. Ja, ja, ja. Heb je een streefbedrag? Nee, niet echt. Nee. Dit is ons eerste jaar, dus we willen even kijken hoe het gaat. En de helden, zijn die al bepaald? Nee. Ook nog niet? Nee. De zonnebloem, hè? Ja, is dat de zonnebloem? Het is de zonnebloem. Ja, op die manier. Ja, 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 zonnebloem, ja. 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 Het is voor de zonnebloem. Ja, 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 ja. Dan wens ik jou heel veel succes met in ieder geval de laatste voorbereidingen. Dank je wel. Mogen daar nou alleen maar mensen meedoen die normaal altijd ook bij Mainframe komen? Of kan iedereen zich inschrijven? Iedereen kan zich inschrijven. En zijn er met name, is er bij Mainframe veel mensen die daar belangstelling voor hebben? In principe wel, ja. Wordt er ook bij Mainframe nu al veel gegamed? Ja. Vooral FIFA en er wordt ook wel... Wat FIFA? FIFA, voetbalspeltje. Oh, voetbalspeltje, ja. Ja, die worden daar ook al heel veel gespeeld. Ik denk toch dat mensen eerder geneigd zijn om thuis achter een PC te kruipen waar het lekker warm is. Maar het is ook wel eens gezellig om samen met z'n allen een keertje een spel te spelen. Nee. En dan krijg je alleen maar cola en een beetje energy drinks. Ja. Ik zou gaan. Ik zou je nu aanmelden. Ja. Ja, onderzoeksjournalistiek. Dit is iets voor jou. Ja. Ik zie jou al zitten. Undercover. Ja, toch? Ja. En toeschouwers dan ook welkom. Oh, nou, weer. Hey. Ja. Als Ben meegaat, ga ik op. Stilte. Hey Charlie, hartstikke bedankt voor het komen en heel veel succes. En vooral heel veel plezier. Tot zover deze uitzending van Gosse Kringen. Volgende week dan zijn we er uiteraard gewoon weer. Dan weer op hetzelfde tijdstip. Woensdagavond van 7 tot 9. En we sluiten af met jouw plaatje, Wil. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei: leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit een leef, pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Ga, pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn vrouw was bij hem weg, voor een ander ingeruild. Af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild. En hij zei: leef, alsof het je laatste dag is. Alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Ga, pak alles wat je kan en leef. Alsof het je laatste dag is. Alsof de morgen niet bestaat.
het je laatste dag is en leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is en leef. Pak alles wat je kan.